Tja, afgelopen weekend stond ik nog heerlijk in de sneeuw. In fantastische winterse condities in Obertauern. En um, ja, was dat al een geweldige ervaring om even zo'n weekendje heen en weer te rijden. Ja, hoe gaat het nu verder? Ik kan niet zo enthousiast zijn als ik in de aanloop naar het seizoen geweest ben. We zien nu heel veel gebieden openen, komende vrijdag. Nou, ze zijn allemaal bezig met, met sneeuw die gevallen is. Die, die, ja, die van, van de zijkant van de piste, van andere plekken, naar de pistes wordt uh, toegeduwd. Het is bijna niet te voorspellen voor een weerman hoe dat precies uitpakt. We zien in de Franse Alpen kunstsneeuwkanonnen aanstaan. In Oostenrijk en Zwitserland is er s'nachts veel nevel in de dalen. En uh, dan lukt dat gewoon minder. Uh, maar dat kan ook van dag tot dag veranderen. Die dingen die springen aan op een graadje Celsius precies. Dus dat moeten we aankijken. Maar wat we wel kunnen vaststellen, is dat we gewoon in een fase zitten waarin het kwik. Aanzienlijk oploopt in de Alpen. Dan moeten we denken aan op 1500 meter temperaturen ruim boven de 5 graden. Nu staat de zon laag en heeft de zon weinig kracht. Dus het dooit niet heel snel uh, weg. Gelukkig zit er ook niet veel regen op. Dat is begin van de week nog wel zo geweest. Met die regen, met name zie je dan sneeuw snel verdwijnen. Nu kan dat best wel blijven liggen en zullen we gewoon uit verschillende gebieden hele wisselende uh, situaties gaan zien. Maar. Ja, gaat dat nog goed komen voor de kerstvakantie? Want ik had jullie beloofd dat we niet in zo'n toestand zouden terechtkomen als afgelopen jaar. En daar zijn ook wel goede aanwijzingen voor. Alleen, ik wil gewoon niet in de valkuil stappen. Om nu meteen weer ja, gigantisch te gaan juichen over één of twee modelberekeningen. Die dan voor 12 december, 16 december, 18 december best een leuke sneeuw laten zien. Ik denk dat we moeten zeggen dat er... Zeker een kans is dat ja, de, de er nog één of twee golven met zachter weer overheen komen. We hebben eerder gezien, hè, 4 december was er sneeuw voorspeld en kou snel terug naar de Alpen. Het zou even warm worden en heel snel weer koud en een beetje sneeuw erbij. Nou, dat loste op een gegeven moment helemaal op in de hoge druk. Ik heb een artikel geschreven waarin uitgelegd wordt dat er rond de hele aarde op dit moment. Een, een, een gordel van hoge druk is die eigenlijk de meandering uit de straalstroom haalt, waardoor eigenlijk ja uh, westenwinden gewoon ja, Europa binnenblazen en we eigenlijk alleen in Azië en in de Rocky Mountains in Amerika zien we uitzonderlijk kou daarbij. En wat ik ook even wil noemen is dat IJsland op dit moment op weg is naar een sneeuwrecord, de meeste sneeuw ooit. In een winter op IJsland gemeten, nu al meteen uh, begin december. In de hoofdstad Rijkjavik is op dit moment een sneeuwhoogte van 42 centimeter. Er hoeft nog maar 13 centimeter bij. En dan hebben ze een all-time record voor een hele winter. Zoveel sneeuw heeft er in Rijkjavik in het westen van IJsland nog nooit gelegen. En ja, uit die hoek moet het komen. Daar waren we uh, een week geleden heel erg optimistisch over. Dat ja, Canada en IJsland in die hoek, plus een heel gebied op de Atlantische Oceaan waar het twee graden kouder is dan normaal, dat dat een beetje samen zou gaan spannen om steeds. Dikke kou ook naar de Alpen te schuiven met mooi vocht van de oceaan. De winter in de Lage Landen is sowieso nog heel ver te zoeken, ook op dit moment. Nee, het beste wat we nu kunnen hopen is dat we weer teruggaan naar wat we gehad hebben. Namelijk golven kou die vanaf Canada de oceaan opgaan, die door een grote IJslandse depressie verder worden aangezwengeld. En die ook koud doorkomen in Europa en die dan ook precies naar de Alpen schieten. Want ze kunnen ook bijvoorbeeld naar Portugal schieten. Ze kunnen naar Turkije schieten. Ja, en dan blijven de Alpen in de zachte lucht. Dus u gaat bijna denken, misschien, dat ik ontzettend pessimistisch ben. Nou, dat ben ik niet. Ik hoor ook uit de skigebieden ja, hele goede geluiden over hoe men daar bezig is. Uh, ik zeg al, we moeten afwachten hoe ze dat gaan managen. Ik denk alleen dat ik jullie een, een, een plezier doe, een dienstbewijs, door even pas op de plaats te maken met het ongebreideld enthousiasme wat Winters voor de Winterspoor Heerman eigen is. Dat we even nog een paar dagen, laten we zeggen, over de Sint gaan aankijken waar die weermodellen verder naartoe willen. En, en hoe reëel dat allemaal is. En dan uh, ja, hebben jullie allemaal waarschijnlijk een hartstikke leuke zaterdag met het hele gezin. Met vrienden, met je partner. En leuke cadeaus. Misschien wel een nieuwe muts, handschoenen. Iets leuks voor in de auto. Bij de auto. Of een auto. Kan ook. Heb ik ook wel eens gezien. Uh, leuke auto over Sinterklaas of voor je verjaardag? Nee, grapje. Uh, laten we zeggen: we gaan gewoon even door die Sint heen. Dat heerlijke knusse avondje dat we hebben in Nederland. En Dan is er alleen nog maar kerst. En dan, ja, alles kan nog in Weerland. Een witte kerst in Nederland is ook niet uit te sluiten. Het is nog heel ver weg. En uh, de tendensen zijn er. Volg het op Wintersportweerman.nl.